In opdracht van president Chandrika Prasad Santokhi is besloten een 1x24 uur sociale crisislijn met het telefoonnummer 189 op te starten voor de gemeenschap. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vervult hierbij de trekkersrol. De crisislijn is een meldpunt voor burgers met nijpende sociale problemen. De uitdagingen van de gemeenschap zullen niet alleen aangehoord worden, maar de medewerkers van de crisislijn zullen bemiddelen zodat er oplossingen komen voor de burgers. De sociale crisislijn is gelanceerd op 7 juni 2021. Karishma Mathura, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, heeft aangegeven dat de crisislijn zich zal richten op de sociale gevallen waarbij men moeilijk of geen ingang vindt bij bevoegde instanties. Het NCCR is belast met het adequaat begeleiden van de operators. De directeur van NCCR, Jerry Slijngaard, zegt dat de crisislijn een pilot is van 3 maanden. Daarna zal de regering dit project evalueren en bepalen of het gecontinueerd wordt.